In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel, komen vanuit onze Instagram community. Deze week date ik met Marcus. Hij is gigolo. Ik begin met een paar dilemma's. Lust of geld? Lust. Geven of nemen? Geven. Betaalde of onbetaalde seks? Onbetaald. Anaal of vagina? Vaginaal. Trio of duo? Duo. Wat is een gigolo? Dat is een gezelschapsheer die geboekt kan worden voor een date. Met dames stellen. Om ze te plezieren. Weet je, om ze een leuke avond te geven. Of een leuke dag. Of een leuke dag en nacht. Want het is denk ik een best wel breed begrip. Een breed beroep. Ja, zeker. Alles kan bijna. Ja, zeker. Het is niet zo dat het beperkt is tot alleen maar het seksuele aspect. Er komt al heel veel meer bij kijken. En hoe ben je begonnen met dit werk? Ja, zeg maar, toen ik zo jong was dat ik merkte dat ik seksualiteit wel heel erg interessant vond. Ja, toen was ik 13, 14 of zo. Dus dat heeft zichzelf ontwikkeld. Op een bepaald moment het idee gehad van, ik vind het wel heel leuk. En ik werd zo wel eens benaderd, hè. Toen ik wat ouder werd, werd ik wel eens benaderd op Facebook door oudere vrouwen. En je lag wel echt goed in de markt dan. Ja, heb je dat? Ja, nou. Ik heb nooit, nee, nooit vroeger nooit. Toen, nee. Maar dat liep dan wel eens uit op een afspraakje. En dat liep ook meestal dan weer uit op meer of zo. Toen dacht ik, nou, ik vind het wel zo leuk om te doen. Dan misschien is er wel wat meer uit te halen in een zekere zin. En hoe is dat toen een beetje begonnen? Nou, ik ben op zoek gegaan op internet naar een bureau. En uiteindelijk kwam ik bij toch het grootste bureau van Nederland voor gigolo's. En die hadden een mooie uitstraling. Dat zag er stijlvol uit. Heren, netjes gekleed, kostuum of net overhemd. Dus zodoende heb ik een auditie moeten doen. Ze hadden zo'n vergaderzaal afgehuurd. En dan kwamen 32 man. Volgens mij waren er 32 man kwamen met z'n allen bijeen. En toen werd ons echt verteld over het vak. Wat het inhoudt, waar je op moet letten, die hygiëne. En allemaal van dat soort kleine dingetjes. Er was op een gegeven moment was er een vragenvuur, die kwam uit het niets. En toen werd er gevraagd van waarom wil je dit werk doen en wat is je ervaring? Zo zijn ze iedereen rondgegaan. En uiteindelijk daaruit werd er bepaald wie er een profiel kreeg en wie niet. En hoeveel van de hoeveel mannen? Eén. Jij was de enige? Ja, wow, ja, dat was maar eentje. De uitverkorene. Ja, omdat ze... Hoe voelde dat? Ik was wel op een punt in mijn leven dat ik wel wist van, nou goed, hè, ik denk wel dat ik hiervoor geknipt ben. Want even heel sec, hoeveel kost het om jou te boeken? Oeh, ja, het betaalt tussen de 4,75, 5 en alles daarboven, zeg maar, voor, ze zeggen dan 2 uurtjes. Ja, want het is ook, denk ik, de hele invulling bepaalt de prijs. Nou, niet zozeer. Het is meer de tijd dat je me wil hebben. Dus stel je voor dat iemand, wat daarbij zit, het is niet zo van, hè, van, oh, je wil dat hebben, dat is wat meer of zo. Mm. Dat iemand een turflijstje krijgt zo van, nou goed, ik wil graag zoenen. Ik wil graag doggy. Dan wil ik graag missionaris en... Nou ja, misschien wil iemand wel 30 standjes in een uur doen. Ja. Dan moet je veel harder werken. Ja, ja, precies. Voor hetzelfde geld. Oh, ja. Okay. Maar de startprijs is dus vanaf ongeveer 475 euro. Ja, 475. Dat kan je pakken als startprijs. Wie zijn je klanten? Het zijn meestal dames die wat meer te besteden hebben. Stellen. Zeg maar, ik ben van de vrouwen. Maar het kan dus zijn dat de stel je boekt en dan wil de heer kijken. Hè, of doen met z'n tweeën doen we de vrouw. Dat kan zijn vrouw. Dat kan dus ook. Als een stel mij boekt, dan is het echt omdat hun relatie zo goed is, dat ze jou daartussen kunnen brengen. En wat ik dan meestal merk is dat de heer dan eerst gaat kijken. Ik vraag altijd, doe je mee? Gaan we met z'n tweeën? Nou, ik ga eerst even kijken, Marcus. En dan misschien dan kom ik straks nog meedoen. En dan zit ik dus, en dan heb je het spel. En op een gegeven moment komt hij er ook bij, weet je, en dan doen we het met z'n tweeën. En dan vaak dan ga ik daarna, als het dan een beetje klaar is, dan ga ik douchen en dan kom je terug. En dan is het zo mooi om ze dan samen op bed te zien liggen, weet je, helemaal in elkaar verstrengeld. Want dan denk ik, ja, dit is mooi. Cool. Weet je, dan ga ik met een heel warm, goed gevoel ga je daar weer weg. Want jij doet het wel echt alleen qua seks met vrouwen. Ja. Maar dus ook wel met een man erbij. Ja, dat maakt niet uit. Naar mijn idee hoor je best wel vaak, ook met sekswerk, dat toch op een gegeven moment die grens vervaagt, omdat je er dan toch wel weer geld voor krijgt. Maar jij kan dat dus wel heel erg goed. Ja, maken. Ik heb één keer meer gehad. Toen vroeg ik van, van zijn er bijzonderheden? De vrouw wilde graag dit hebben en dat hebben en dat hebben. En toen zei de heer, zei daarna, hij zegt, ja, maar eigenlijk weet ik niet echt wat ik met jou aan moet, Marcus. Ik zeg, pardon, hoe bedoel je dat dan? En hij zegt, nou, ik heb nog nooit seks gehad met een man. Ik ben nog nooit anaal genomen.
Wat is er verteld door dat bureau? Maar goed, we hebben erover gesproken. Ik zeg, nou weet je, eigenlijk ben ik wel van de vrouw. En daarnaast, dit kan je niet zomaar naar achter inbrengen. Zeg maar. Als je er nog nooit wat in hebt gehad, ja, dan begreep je wel. Maar als je eens even zo een grove schatting zou moeten doen, zeg maar, met hoeveel mensen in totaal heb je seks gehad? Ik heb geen idee. Maar denk je meer dan 200? Mm. Want hoe lang doe je het nu? Dit doe ik al 9 jaar, denk ik of zo. Meer dan 800? Ja, om en nabij misschien. Het zijn er wel veel. Ja. Hoeveel heb jij er gehad? Hoeveel heb ik er gehad? Ik denk 40 in mijn hele leven. Oké, nou dat is ook wel een... Ja, dat is wel even... Huh? Dat is wel een goed aantal, ja toch? Ik was anderhalf jaar vrijgezel. Anderhalf jaar vrijgezel. En dat heb je in die anderhalf jaar... Wow. Ja, dat vind je een hoge score? Nou, dat is wel even doorhalen, toch? Nou, als een gigolo dat tegen me zegt. Gewoon even op mijn plek gezet hier. Ja. Dan heb je eigenlijk iets van een soort van max aan dates wat je in een week zou kunnen hebben? Ik heb een keer 2 dates gehad op 1, zeg maar 2 aanvragen voor dezelfde dag. En toen zei ik van ja, dat is prima. En toen zei het bureau zei zelf van nou, we doen er maar 1 op per dag. Dat is beter. En toen ging ik over nadenken. Toen dacht ik, dat is ook wel veel beter. Want je hebt een bepaald persoonlijk contact wat je maakt. Ja. En het zou niet goed zijn als je er 2 op een dag hebt. Want dan wordt het op een gegeven moment een beetje lopende bandwerk. Dan kan je niet meer zo emotioneel inleven met iemand. Want je moet een paar uur later moet je weer ergens heen gaan. En hoeveel dagen per week dan? 5. Ja, dan heb je ook nog even weekend. Ja, precies. Ja, maar gewoon mede om het te kunnen ontladen. Want dat merk ik wel met beroepen waarmee je echt met mensen bezig bent. Dat je geeft heel veel van jezelf. Je ontvangt ook heel veel. Maar ik merk wel dat als je dan thuis komt, dan moet je dat even loslaten. Mm-hmm. Maar, hoe gaat een date in zijn werk? Ik krijg dan een appje. En dan staat dan in... Van je bureau? Ja, van het bureau krijg ik een appje. Hey, Marcus, ben jij beschikbaar op die en die dag? Dan zeg ik, nou, ik ben beschikbaar dan, of niet. Als ik niet beschikbaar ben, dan maakt dat niet uit. Dus ik heb geen verplichting of zo. Ben ik wel beschikbaar, dan geef ik dat dus aan. En dan vanaf dat moment wordt er met de mogelijke date wordt het een en ander geregeld. Krijg ik een mailtje opgestuurd. En dat is eigenlijk een soort van een briefing. Nou, Marcus, de dame heet zo en zo. Je hebt afgesproken in dit en dat hotel of daar wordt je verwacht. Ze wil dat je casual gekleed bent of in een kostuum. Ze wil eerst graag met je wat eten. Dus je ziet ook geen foto van tevoren? Heel soms. Je ziet echt iemand pas staan? Bijna nooit, zeg maar. Het is wel fijn als je een foto ziet, maar dit is ook niet echt een probleem. Wat doe je als je je klant niet aantrekkelijk vindt? Ik moet zeggen, iedere vrouw heeft wel iets aantrekkelijks. Maar al zijn het de ogen of de manier hoe de haar valt. Is het een neusvleugel? Ja, precies. Ja. Alles aan iemand mag jij niet aantrekkelijk vindt. Mm-hmm. Als ze maar mooie ogen heeft, dan zou je het er moet iets zijn. Al is het een leuk innerlijk. De manier hoe ze, lacht of hoe ze met me spreekt. Als je die connectie hebt. Bijvoorbeeld, ik had een dame die had, dat is heel grappig, ze had een barbecue. Ze was net gescheiden met haar man of ze lag in scheiding. En toen had ze een barbecue met vrienden en die zeiden op een gegeven moment, jij verdient een man, jij moet seks hebben, we gaan iemand voor jou boeken. En die hebben toen mij geboekt. Met z'n allen hebben ze geld bij elkaar gelegd om mij voor haar te regelen. En nu kwam ik bij haar, ze was heel zenuwachtig. En dat was dus ook mede, omdat zij was in een hele korte tijd heel veel afgevallen. Dus ze had heel veel loshangende huid. Zodanig dat ze zei, ik wil eigenlijk mijn shirt niet uitdoen. En toen hebben we een leuk gesprek gehad. En uiteindelijk heb ik haar gewoon geholpen met uitkleden. En dat ze voelde zich zo vertrouwd dat alles uiteindelijk gewoon uitging alsnog. Ik heb dan nog ineens stilgestaan bij de loshangende huid of hoe ze eruit zag. Het was gewoon dat hele bijzondere moment wat je met z'n tweeën deelt. Ja, dus daar ben je dan veel minder mee bezig. Ja. Heb je wel ooit eens wel eens een klant geweigerd? Het was een dame die... Vind je het moeilijk om te vertellen? Ja. Hoezo? Ja, weet ik niet. Ik herleef het weer. Het was een dame, zat gewoon met een maatje meer. Voor de rest niks aan de hand. Dat is gewoon helemaal prima. Maar er hing ook een bepaalde odeur om haar lichaam heen. En wat zij graag wilde was... Zweet, gewoon een bepaalde lucht. En dan wilde ze graag dat ik doktertje speelde. En dat ik dan met haar, haar ging kijken of ze nog gevoel had in haar lichaam, zeg maar. Dus toen moest ik clitoraal met haar gaan spelen. Maar de date was 3 uur. 3 uur lang gewoon alleen vingeren. En op een gegeven moment wilde ze ook dat ik daar ging beffen, zeg maar. Maar in een bepaalde odeur omheen. Ja, dat was zwaar. Dat is echt zwaar. Dat duurt heel erg lang. Het stonk gewoon een beetje. Ja, het was allemaal niet zo, ja, weet je. Fris. Niet zo fris.
en jij bent dan maar doktertje aan het spelen. En dan zei ze, ja, u bent natuurlijk de dokter. En u bent natuurlijk aan het voelen of het allemaal een beetje gevoelig is. Maar doe je dit met meer vrouwen in de wijk? En oh Marcus, oh, weet je, zo ging het allemaal een beetje. Ja, dat was echt, een beetje gruwelijk. En op een gegeven moment wilde zij mij dan ook pijpen. Ja, dan moest ik dus gaan liggen. En dan moest hij ook hard worden. En dan dacht ik, oh, ik ben echt een smeerpijp. Hij wordt gewoon hard. En dan lag ik daar zo. En op een gegeven moment dan ging ze me dus aan pijpen. Maar echt met die tanden zo. Echt er langs zo schrapen gewoon. Weet je, alsof die huid eraf moest of zo. Maar en toen heb je het afgekapt? Nou, op een gegeven moment heb ik gezegd van, ja, ik kan het niet, zeg maar. Ik vind het, het was een hele leuke, weet je, een hele lieve vrouw. En dat is allemaal heel leuk. Maar voor mij was het, ja, een beetje een eindstation. Omdat anders ga je er een beetje tegen je zin heen en dat moet niet zijn, zeg maar. Wat vind je omgeving van je werk? Ik heb een tijd niet verteld tegen mijn ouders bijvoorbeeld, of mijn naasten. Omdat ik bang was voor hun reactie erop. Weet je, ik werkte voorheen als opticien. Weet je, dat was gewoon vaste baan, alles helemaal goed. En toen dacht ik wil mijn leven invullen met dingen die ik echt leuk vind. Weet je, ik bewandel al een heel ander pad dan andere mensen. Als ik nu ook nog eens dit tegen mijn ouders vertel, misschien gaan ze zich zorgen maken dat ik misschien een beetje de weg kwijt ben of zo. Of dat ze bang zijn dat ik niet goed terechtkom. Dus ik vond dat het heel belangrijk was voor mezelf om alles zelf uit te zoeken, te vinden wat ik echt leuk vond. En dat dan later mede te delen op het moment dat mijn basis gewoon goed was. En die is nu goed. Tot wanneer ben je nog van plan dit werk te blijven doen? Dat weet ik niet. Nee, dat kan, het kan zo over zijn, maar dat is een gevoel wat ik moet... wat je moet krijgen. En moet je een soort van jonge god zijn of kan je ook gewoon 50 zijn? Oh, volgens mij zijn de heren dan zijn er zeker dik in de 40 tegen de... Ja, het zijn misschien vrouwen die zeggen, ja, ik wil graag een rijpe man. En zou jij dat willen, dat je dit nog op je 50ste doet? 50 is wel, nou kijk, ik heb een bepaalde toekomstvisie voor mijn leven voor ogen. En als ik dat bereik, dan denk ik niet meer dat ik dit doe. Misschien kan ik het wel combineren, maar dan super exclusief nog erbij of zo. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Oké. Eet jij eigenlijk liever poffertjes of pannenkoeken? Oh, zo. Wow, jongens. Nou, wat zou je kiezen? Ja, dat is moeilijk. Ik denk poffertjes.